Een hele goede morgen. Oh my god, zien jullie hoe rood ik ben? Dit is niet normaal, ik heb net zo vaak hardlopen gezeten. Oh, ik heb die leg workout gedaan die ik eigenlijk gisteren wilde doen. Ja, ik heb hem dus vandaag gedaan. En het was echt, maar goed dat ik het gisteren niet had gedaan. Want zoals ik al dacht. Ik dacht als ik die gisteren had gedaan dat ik zou gaan spugen. Nou, dat denk ik ook echt dat ik dat had gedaan. Want ik was zo misselijk gisteren. En dit was best wel een intense workout. Maar ik vond het zo'n fijne workout. Yo, ik zie er echt niet uit. Gaat het. Anyway, het was echt een goede. Ik ga hem zeker nog vaker doen. En ik ga zeker meer workouts van haar doen. Want ik heb haar nog nooit gezien. Ik kende haar helemaal niet. Ik heb nog nooit een workout van haar gedaan. Maar ik vond haar echt super chill. Ze was super positief. Ze hielp me er echt doorheen, zeg maar. En ja, was echt top. Dus ik ga absoluut kijken voor meer workouts van haar. Want ik vind, ja, ik vond het echt heel erg leuk en fijn. En mijn gezicht brandt super erg. Omdat ik dus hele droge huid heb door dat spul van de huisarts. Dus dat is niet zo lekker als je daar dan in gaat zweten. Oh, nee! Ik dacht al, dit voelt raar. Er is een stukje van mijn nagel af. Kijk, mijn eigen nagel zit er nog wel hoor. Don't worry it. Alleen de lak, zeg maar. De biap. En hier mist ook een hapje. Maar ja, ik heb ze ook al wel best wel lang. Dus ja, het was te verwachten. Ik heb ook best wel uitgroei. Maar anyway. Oh, ik heb hoofdpijn. Ik ga nu even lekker douchen. Want ik ga straks met mijn moeder ontbijten bij de Blueberry. En ik heb er echt heel veel zin in. Maar daar kan ik natuurlijk niet vragen hoeveel proteïne zit hierin. Hoeveel gram fruit is dit. Dus ik moet zeg maar wel eerst even een smoothie drinken. Zodat ik wat proteïne binnen heb. En ik wilde er een smoothie van maken en geen shake. Omdat ik vond die shake toen niet zo lekker. En als ik een smoothie doe heb ik gelijk ook wat fruit gegeten. Hoef ik daar in ieder geval ook niet echt meer over na te denken. Ik ga even lekker douchen. En dan zie ik jullie... denk ik als ik mijn smoothie lekker ga maken. Ik drink echt normaal nooit smoothie. Ik hou er niet van, die stukjes. Dus ik moet hem even goed maken dat er geen stukjes fruit nog in zitten. Ik had een receptje gezien op TikTok hoe ik hem kon maken. Dus die ga ik doen. Maar nu ga ik eventjes snel douchen. Zie je zo.
my days. Ik kom uit de douche. Ik ga die smoothie maken, right? Jullie hebben het gezien. Is gewoon die blender kapot gegaan. Maar kijk hoeveel dit is. Ik had gewoon een recept opgezocht en het meisje had één glas eruit gehaald. Waarschijnlijk heeft ze gewoon niet dat hele ding gebruikt of zo. Maar kijk hoeveel. Het is gewoon een halve liter. What the fuck. Anyway, ik ga even deze smoothie opdrinken. Hij is wel echt perfect. Ik ga niet liggen. Hij is super lekker. Smaak is on point. Dikte vind ik echt. Dit vind ik echt lekker. Dit is echt It's Giving Milkshake. Je proeft echt die vanille. En als je minder melk doet, is dit natuurlijk gewoon echt een super goede smoothie bowl. Toppingen erop. 10 out of 10. Ga ik absoluut ook nog een keertje doen. Op zich is dit. Je kan het zeg maar ook wel met een lepel eten. Dit is op zich wel al smoothie bowl dikte. Ik ga mijn make-upje doen. En me klaarmaken. En dan zie ik jullie als ik helemaal ready ben. En als deze op is. Ik heb trouwens mijn eerste 1,5 liter water voor vandaag op. 3,5 te gaan. Nou girls, mijn shake is op. Het is ondertussen bijna 12 uur. Ik ga me heel even omkleden. En ik ga even mijn sieraden omdoen en zo. Oh, ik heb hoofdpijn al sinds ik wakker werd. Ik kan ook niet wachten tot het morgen is. Morgen ga ik echt niks doen. Morgen ga ik geen wekker zetten. Ja, ik ga wel iets doen. Ik ga natuurlijk gewoon de challenge doen zoals ik al tijd doe. En ik ga mijn wekelijks schoonmaken doen. Maar verder. Ik ga uitslapen. Ik ga editen. Ik ga niks doen. Echt. Mij niet bellen. Oh, ik ben moe. Ja, mijn make-up ziet er ook echt niet uit, maar... Oh, ik heb zo erg gevallen dat ik elke keer concealer op wil doen. Maar ik heb echt verkeerde poeder. Dus daardoor gaat het zeg maar wit. Dan zie je gewoon wit. Dus dan doe ik er bronzer overheen. En dan is het gewoon een lelijke vlek. Zoals nu. Slee. Maar ja, anyways. Ik ga even wat aandoen. Ik zie jullie zo. Ah, oh, mijn benen. Oh, ik heb nu al spierpijn. Oh, girls, ik ben helemaal ready om te gaan. Oh my god, er komt letterlijk parfum in mijn mond. Baba. Anyways, dit is echt niet lekker. De zon schijnt en dat vind ik zo leuk, want ik heb dus echt super zin in de zomer. En dit is feeding my delusions, want het is echt zo koud. Het is niet normaal, maar de zon schijnt en dan denk ik gelijk, yay. Oh, maar anyway, ik ga even lekker met mijn moeder naar de Blueberry in Nijkerk. Dat is gewoon een, ja, daar kan je volgens mij de hele dag ontbijten of zo, maar ook lunchen. Super lekker, dus daar gaan we even lekker heen. En ja, dan zie ik jullie daar. Ik heb nu 1 liter water op. En mijn video staat ingepland. Ik heb alleen nog geen thumbnail, dus dat is een beetje kut. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Maar ja, komt wel goed. Ik zie jullie zo. Hey girls, zoals jullie kunnen zien ben ik buiten. Ik ben lekker met mijn moeder aan het lopen. Want mijn moeder zei, we kunnen ook nu 3 kwartier wandelen en dan eten. En dan naar huis. Dus dat gaan we lekker doen. Hoe lang zijn we onderweg? 20 minuten. 20 minuten zijn we aan het lopen. Dus we moeten nog 25. Dus ja, wij gaan nog even lekker wandelen. En dan zie ik jullie als ik lekker eten heb. Ik heb eigenlijk echt wel zin om weer te eten. Dus dat is mooi. Hey girls. Mijn moeder en ik hebben besloten niet naar de Blueberry te gaan. Want we liepen langs Alberto's. En toen scheen de zon recht op het terras. Dus we zijn lekker in de zon gaan zitten. Het is zo lekker, want het is echt een felle zon. Het is wel een klein beetje fris. Maar het is wel lekker. Dus... echt top. En ik heb lekker munt thee besteld. En jij ook, toch? Ja. Ik wilde eigenlijk maar ze kunnen koffie. Eten zien op hem. Ja, dat is waar. Maar ik wilde eigenlijk koffie, maar ze hadden geen havermelk. Oh, ik vond ze. Dus ze hadden geen havermelk. Dus toen had ik zoiets van, nou dan ga ik geen koffie doen. En ik zat sowieso al te twijfelen of ik thee wilde of koffie. Dus toen was de keuze snel gemaakt. En we gaan ook even lekker wat eten. Maar ze komt zo de kaart brengen volgens mij. Lekker, ja. Ik heb hier dus nog nooit op de menukaart eigenlijk gekeken naar wat hier te drinken is. Want altijd als ik hier ben drink ik mimosa. Maar ik mag nu natuurlijk geen alcohol. Anders zou ik zeker lekker mimosaatje bestellen. Toen mijn moeder ook zei, wil je naar Alberto? Toen dacht ik, oh lekker mimosa. Maar toen dacht ik, oh nee, dat kan helemaal niet. Echt stom. Maar we hebben nu dus thee besteld. Maar ik wist dus helemaal niet dat die kopjes hier zo leuk waren. Kijk hoe cute, guys. We zitten trouwens gewoon hier. En dan heb je gewoon dit uitzicht. En soms komen er mensen langs. Niet super vaak, aangezien we in Nijkerk zijn en dit een uitgestorven stad is. Maar soms wel. En dat is wel leuk, want ik hou echt van mensen kijken. Maar ja, ik ga even lekker dit theetje drinken. En dan... oh, de kaart is er al. Dus dan ga ik even kijken wat ik wil eten. Ik heb wel echt zin om te eten.
Nou girls, het eten is er. We hebben een pompoensoepje. En normaal eten wij een pompoensoep altijd puree, maar dit is echt soep. En dat rode wat je ziet, dat is olie of zo. Ik weet het niet zo goed. Het is wel lekker. En we hebben deze. En dat is vitella tonnato. En dat is di capri of zo. Klinkt heel lekker. Ziet er ook lekker uit. En er komt ook nog een broodje. En die komt denk ik nu. Nou guys, dit is de bruschetta. Maar ik dacht dat het de helft hiervan zou zijn. Dus echt fucking veel. We hebben ook nog dit pesto broodje met knoflook. En we hebben dan dus ook nog helemaal dit. Maar wel heel lekker. Hoop ik. Hey girls, zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Ik lig even op bed. Ik heb net mijn thumbnail afgemaakt, dus mijn video staat nu eindelijk online. Hij moest eigenlijk 2 uur geleden online, maar ja, it is what it is. Maakt echt niet zo heel veel uit eigenlijk, want het is pas 4 uur. Het is niet al 7 uur of zo. Dus ja, dat vond ik niet zo spannend. Anyway, ja, ik ben thuis en ik ga huilen. Ik ga echt huilen, want ik ben gewoon zo dom geweest. Ik kan gewoon niet nadenken. Ik dacht, oh, als ik de dag begin met die smoothie, wat heb ik? 20 gram proteïne. En dan kan ik daarna lekker met mijn moeder ontbijten. En dan kan ik, weet ik veel wat ik allemaal dacht. Uiteindelijk was het 3:30 of zo, 3:45 voordat ik een keertje thuis was. Dus het enige wat ik nog heb gegeten is die 20 gram proteïne. En ik moet natuurlijk 100. Dus ik moet ergens nog 80 gram proteïne vandaan halen. Ook moet ik nog ongeveer 150 gram groente eten. En ik moet ook nog 140 gram fruit eten. Dus echt soep minder vlees. Hoe moet ik het doen? Wat ik dacht was, we gaan pasta eten vanavond. Daarin zat per 100 gram. Als ik het halve bakje eet, dan heb ik 125 gram. Dan eet ik 15 gram proteïne. Dan heb ik daarbij een plantaardige schnitzel gehaald die ik aan jullie had laten zien in de tweede video volgens mij. Dat is 17 gram. Nou, dan moet ik natuurlijk nog een hele hoop. Maar ik heb dus bij de Albert Heijn dit gekocht. Als ik dit hele zakje leeg eet, er zit 100 gram in, dan heb ik 35 gram proteïne. Dus dan ben ik echt al wel weer een stukje verder. Maar ik hoop dat het lekker is, want ik had gisteren een koekje van dit merk en dat was niet zo lekker. Jezus. Dit is ook best wel veel om dat hele zakje leeg te eten. Het is niet vies. Ik had het viezer verwacht. Het ziet er zo fucking lekker uit. Zo lekker is het zeg maar niet. Maar het is wel oké. Ik weet dat het echt niet the way to go is om deze hele zak leeg te eten. Maar ik heb geleerd van deze dag. En morgen ga ik gewoon weer beter doen. Ik weet het ook even niet. Ik wil gewoon die 100 gram proteïne halen. En ik zie even geen andere uitweg. Dus ik ga hier even een paar van eten. En dan als ik dit opeet en die pasta en die kipsnitzel, dan moet ik nog 7 gram. En ik weet nog niet waar ik die vandaan ga halen. Wacht, 7 gram. Oh, dan kan ik wel een plak kaas eten. Want 1 plak kaas is 6,2, dus dan hoef ik nog maar 0,8. Maar ik ga ook nog groente eten en zo. En daar zit altijd een heel klein beetje in. Dus dan denk ik dat ik het wel haal. Oh, dan eet ik nu gewoon een klein beetje. En dan na het eten eet ik ook nog wel een klein beetje. Oké. Slee. Oké. Het enige wat ik nog moet doen. Heel veel water drinken. Heel veel. 2 liter en 100 milliliter. Dus ik moet even doordrinken. En door eten. Maar het ding is, ik zit zo vol. Want wat ik met mijn moeder had gegeten was zoveel. En zoveel brood. Echt van dat deegachtige, weet je wel. Koolhydraten. Zo zwaar op mijn maag. Ah, ik ga ontploffen. Maar nu ik weet dat ik dit zakje niet nu hoef op te eten. Maar ook nog vanavond heb. Dat scheelt wel. Een heleboel. Dus ik leg dit nu even aan de zijkant. Want hoeveel heb ik nu al gegeten? 3 of zo. Dus dat is top. En dan ja, ga ik even een video editen. Het is nu 4:10. Ga ik 1 video af editen. En dan ga ik even kijken hoe laat het is. En dan ga ik misschien beginnen met koken. I don't know. Oh, ik wil eigenlijk even dat deze dag over is. Ik heb ook gewoon echt geen zin om nu nog 2 liter water te drinken. En ik wil gewoon chillen. Maar ja, ik moet editen. Dus ja, dan doen we dat maar. Maar ja, ik wil eigenlijk gewoon even lekker
Gewoon even niks doen. Maar ja, het is wat het is. Dus ik ga even lekker editen en dan zie ik jullie zo. Hey girls, het is 5:30 geweest. Ik heb net even mijn waterfles gevuld. En ik ging onder, toen ik beneden was, ging ik heel even wegen hoeveel van die dingetjes ik gegeten had. Nou, ik ben gewoon buiten adem van de trap. What the fuck. 72 gram had ik gegeten. Kijk, dit is wat ik bedoel met die concealer. Let er maar even niet op hoor. Want ik weet het. Fully aware. Het ziet er niet uit. Maakt niet uit. Oh, ik lijk net op zo'n reverse panda. Maar 72 gram. Dus als ik nu vanavond zeg maar dan die pasta eet. Die kips niet zo. En dat. Dan kan ik vanavond die pudding eten. Vanavond een bakje pudding. Heb ik mijn proteïnedoel bereikt. Ik moet natuurlijk ook nog een beetje fruit en een beetje groente eten. Maar dat komt helemaal goed. Dus ik zie weer een beetje. Ik heb een punt gehad dat ik op het terras zat met mijn moeder. Dat ik dacht, ja, ik ga het vandaag gewoon niet halen. Ik moest nog zoveel water drinken. Ik moest nog zoveel proteïne eten. Ik moest echt, oh, ik moest alles nog. En ik ging echt ontploffen. Ik zat zo intens vol. Maar ja, ik heb nu nog 1,5 liter water te gaan. En het is pas 5:30. Dus als ik er eentje voor 7 uur doe, eentje voor 9 uur en eentje voor 11 uur. Dan moet ik dat prima redden. Dus daar ben ik heel blij mee. Mijn workouts heb ik natuurlijk al gedaan. Ik moet nog wel heel even lezen, maar dat kan ik gewoon vanavond na het eten doen. Voordat ik ga slapen bijvoorbeeld. En ja, dan heb ik het gewoon weer gehaald vandaag. Dus ja, dat is super fijn. En ja, ik ga nu even lekker met mijn moeder de film Mean Girls kijken. Want ze gaat woensdag met mijn zus naar de bios en dan gaat ze naar die nieuwe Mean Girls. Maar ze snapt die film niet zo goed. Dus we zeiden van, oh kom, we gaan even samen kijken. En morgen ga ik met mijn moeder naar de film Tata's. En die film, deel 1, hebben we gisteren gekeken. Dus we zijn helemaal lekker films aan het kijken. Wat ik echt super chill vind. Even lekker chillen. Ik zie nu dat mijn video is opgeslagen. Dus ik kan hem nu even gaan inplannen in YouTube. Dat is super chill. Hoef ik dat morgen niet meer te doen. Moet ik alleen morgen nog een thumbnail maken. Ja, sorry als jullie echt je irriteren aan die thumbnails van mij. Deze 75 Hard Challenge. Maar ik vergeet elke keer om thumbnail te maken. En dan moet ik een screenshot maken uit de video. En ik film ook zoveel op mijn telefoon. Dus die kwaliteit is super skeer. Dus alles is gewoon lelijk en lelijk. En slecht. En het ziet er gewoon niet uit. Ik ben zo moe. Oh, en ik heb het koud. Maar ik zit echt veel te praten. Ik ga nu even lekker die video heel snel in YouTube Studio zetten. Dan ga ik snel naar beneden om met mama Mean Girls te kijken. Super leuk. En ik heb ook echt zin om die film te kijken. Want ik heb hem echt super lang niet meer gezien. En als het goed is ga ik met Kira naar die film toe. De nieuwe versie. Dus dat is echt super leuk. Dus ik heb ook wel weer zin om hem te kijken. Maar nu ga ik naar beneden. Tot zo. Now girls, time to eat. Het is nu 8:10. En we hebben lekker pasta met groenten. En ik heb die kip. Want ik moet natuurlijk die 17 gram proteïne nog eten. Dus ik ga even alles afwegen. En dan zie ik jullie toe. Nou guys, dit is de grootste bord avondeten wat ik ooit heb gehad. Dit is echt niet normaal. Kijk ook hoeveel pasta en hoeveel groenten. Normaal doe ik echt 1/3 hiervan. Dat is echt niet normaal. Dus I'd say bon appétit. Wish me luck. Nou ja, je bent echt vals. Nou jongens, ik zit hier te ontploffen. Ik zit echt tot aan mijn huig te vol. Gewoon niet normaal vol. Ik heb mijn groente op en ik heb die kip op. En dat was belangrijk. Ik heb dit aan pasta over. Dit ga ik niet meer eten. Ik ga even wegen hoeveel het is. En dan haal ik dat er gewoon af. Want ik kan niet meer. En met de gedachte dat ik ook nog vanavond moet eten. Als ik nu ook nog die pasta ga opeten. Dan ga ik gewoon het niet halen. Want het is al 8:00. En ik ontplof. Dit is echt een grap. Het is 35 gram. Wat ik niet gegeten heb. Maar ja, het was ook wel echt een beetje heel erg veel. 125 gram. Nee, ik had iets meer. Ik had 137 of zo had ik. Dus ik moet nog vanavond fruit eten en die pudding moest ik sowieso nog eten. En dan moet ik nog 1 gram eiwit ergens vandaan halen. Ja, ik kan even kijken hoeveel gram pasta ik dan nog moet nemen. Oké, jongens, als ik nog 10 gram van die pasta eet, dan hoef ik niet meer na te denken vanavond. Oké, dit is 11 gram. Echt niet grappig. Oké, maar I did it. Oh, hier, 20. In een plak ham. Kipfilet. Ja, de kipfilet is super hoog. Iedereen weet dat. Ik ga geen kipfilet eten hoor.
staan we in de winkel in de Jumbo. Dus ik zit te kijken naar plantaardige eten. Hoe dat, zeg maar, hoeveel eiwitten erin zitten. Dus mijn moeder zo, oh, 18. Doe ze zo naar mijn hoofd van, kijk, zijn het gewoon hamburgers? Ik denk echt, je bent niet wijs. Kijk hoe lekker de voer mijn zusjes krijgen. Super lekker. Toch, meisje? Ja, dat vind ik. Oh, sorry, lady. Sorry. Ah, ga ze schoppen. Oh, sorry, moppie. Maar ik ga even ontploffen. Ja, ontplof ze. En dan zie ik jullie als ik weer wat ga eten. Oh. Dat die mij had. Nee. Oh, ik ga echt over mijn rier. Ja, nou dat daar. Hey girls, oh my god, mijn gezicht is helemaal rood. Ik snap er echt niks van. Ik heb expres niet dat spul van de huisarts op gedaan. Omdat ik dacht mijn huid kan het gewoon niet aan. Het is alsnog heel heftig, omdat het gewoon, ja, nog steeds gewoon slecht is van de 2-3 keer dat ik het wel heb gebruikt. Anyways, ik heb mijn kamer opgeruimd. Want ik dacht, als ik morgen mijn wekelijkse schoonmaak ga doen, dan heb ik echt geen zin om eerst nog mijn kamer op te ruimen. Dus ik heb het vast opgeruimd. Dus kan ik morgen gewoon eigenlijk meteen beginnen met stofzuigen, dweilen, poetsen, et cetera, et cetera. Maar ja, het is nu 9:15 en ik moet nog 0,5 liter water drinken. Ik moet nog een paar pagina's uit het boek lezen. En ik moet nog 160 gram fruit of zo. Nee, 140 gram fruit eten en ongeveer 20 gram proteïne. Dus ik heb nog een heel wat voor de boeg staan. En het is al 9:00 nou geweest. Ik kan het niet meer aan. En mijn camera is leeg. Anyways, ik ga even lekker lezen. Want ik ben... ik was het, om heel eerlijk te zijn, vergeten. Pas toen ik net ging zeggen dat ik nog moest lezen, dacht ik, oh ja. Want ik was alweer bezig met video editen. Dus ik ga eerst even lezen, want dan heb ik dat gehad. En ondertussen ga ik denk ik even snacken, want dat vind ik wel fijn. Als ik dan aan het lezen ben, kan ik wel makkelijk iets wegeten, zeg maar. Dus ik ga even lekker beneden een snack pakken. A.k.a. fruit en proteïnepudding. En dan ga ik lezen en dan zie ik jullie zo. Oké, girls, ik heb 2 mandarijnen waar ik echt geen zin in heb. Oh, deze van nieuwe proteïnepudding. En ik ga nog even lezen. En ik moet nog 0,5 liter water drinken. Mijn buik zit zo vol dat het gewoon letterlijk fysiek pijn doet. Dit vind ik echt niet grappig. Maar dit is een leermoment. En ja, ik weet dat ik dit gewoon echt niet meer wil. Om zoveel, zo laat nog te eten. Oh mijn god, ik ga ontploffen. Ik vind dat echt niet grappig. Maar ja, I can do it. See you guys when I'm done. Trouwens niet op hoe mijn gezicht glimt, want ik heb natuurlijk die crème erop. Slee. Ik ben gewoon zo dom. Ik wil echt mezelf fucking smekken. Dus ik ga ontploffen toch. Mijn buik doet pijn. Ik kan amper bewegen. En het is echt niet grappig. Ik zit zo fucking vol. Jullie kunnen echt niet beseffen. Weet je, als je bij een all-you-can-eat bent geweest. En je echt gewoon... nog die laatste ronde heel veel heb besteld. En dat je denkt, oh, ik kan het eigenlijk niet meer op. En dat je denkt, shit man. Ik hoop dat ze dit eten gewoon verkeerd hebben gerekend. En dat ze het zijn vergeten en dat het niet meer komt. Zeg maar, je zit zo vol. En dan komen nog die 3 rondes eten die je hebt besteld. Want ja, toen had je er nog zin in, zeg maar. Je moet ze eten. Want je wil ze niet terugsturen. Want dan wordt er extra geld op je rekening gezet. Ja, zeg maar, als je dan die drie rondes nog hebt opgegeten en dan daarna ook nog een toetje hebt gegeten. Dus kijk, zo vol voel ik me. Jullie beseffen niet hoe vol ik me zit. Ik kan niet eens praten gewoon. Ik kan helemaal niks. Alle woorden die uit mijn fucking mond komen zijn gewoon niet goed Nederlands. Want het enige wat ik kan denken is mijn buik gaat ontploffen. En ik moet dit nog eten, hè. Ik was alleen die mandarijn op. Ik moet nog zoveel water. En ik was net vergeten, ik doe dus zoals jullie weten ook elke dag die multivitamine nemen. Ik was natuurlijk weer vergeten, dus ik keek net op mijn lijstje om dingen af te vinken. En zag ik die multivitamine, ik dacht, wat voor me. Dus ik dacht, oké, weet je, ik breng mijn bakje met mandarijnenpitten naar beneden. En ik ga die pil nemen. Maar wat zat er in mijn bakje? Een fucking lepel om dit mee te vreten. Dus nu moet ik gewoon nog een keer naar beneden toe. Ah. In de tijd dat ik dit zeg maar aan het filmen was, had ik al 5 keer naar beneden gekund en weer terug naar boven. Maar dat is niet mijn punt. Mijn punt is dat ik zo vol zit dat ik niet eens kan nadenken. Ik wil echt niet meer.
Oké, ik ga een lepel halen. Ik ga stoppen met huilen. En ik ga die fucking pudding choppen. En ik ga nog even een paar bladzijden lezen. En ik ga geen video meer editen, want ik kan niet meer. Ik ben moe. Ik snap gewoon niet. Normaal ben ik echt niet zo moe hoor. Sinds pas dat ik deze challenge doe, dat ik zo fucking moe ben. Ik snap het echt niet. Maar ja, ik ga een lepeltje pakken. Het is pas 10 uur. Ik val bijna in slaap. Oh, mijn buik zit zo vol. Het is gewoon helemaal zo uitgezet zo. 10 meter naar voren. I did it. Ik walg. Dit is zo fucking disgusting. Die smaak was trouwens helemaal niet lekker van Nieuwje. Die van de Lidl is echt lekker. Dus als jij dierlijke levende dode dieren wil eten, haal die van de Lidl. Die chocola en die van Nieuwje zijn echt fucking lekker. Maar er zit dus gelatine in. Ik weet niet of het vark is. Of dat. Nee, trouwens, volgens mij zit er geen gelatine in. Maar er zit een bepaald woord in. En dan staat er online, kan betekenen dat er gelatine in zit. En er staat ook nergens op de verpakking dat hij vegetarisch is of zo. Dus ik denk wel dat het erin zit. Maar het staat er ook weer niet echt op. Het is een beetje spokerig. Een beetje zweverig. Maar ja, dan moet je, als dat je geen flikker boeit, moet je echt die halen. Ik at die altijd voordat ik erachter kwam dat er dus wel iets van gelatine of iets anders vleesachtigs in zit. Maar die is echt lekker. Deze niet zo. Dus ik ga gewoon lekker op zoek naar een variant die ik wel lekker vind. Ik heb deze ook nog in de chocola gehaald. Ik heb nu ook wel geen zin om die te eten. Want die zal ik waarschijnlijk ook wel niet zo lekker vinden. Anyways. Het is 10 over 10. Ik ga nog even die laatste paar bladzijden lezen. Dit was echt, ik denk dit ergste dag was. Oh mijn god, verschrikkelijk deze dag. Terwijl qua workout was deze dag weer fucking chill. Want ik was gewoon al klaar. Om, ja, 1:30 of zo. Had ik gewoon allebei mijn workouts al gedaan. Dus dat was fucking lijp. Maar dat eten, oh, ik vond het echt, ik vind het echt niet grappig, jongens. Ik ga zo erg ontploffen. Jullie weten echt niet hoeveel pijn mijn buik doet. Ik moet nog even dit opdrinken. En ik ga nog een beetje lezen. Dan ga ik slapen, want ik ben moe. Ik ben echt niet normaal moe. Maar ik zie jullie wel als ik een update heb. Ik heb in ieder geval mijn vitamines genomen. En ik moet nu alleen echt nog dit water en een beetje lezen. Dan heb ik dag 5 alweer gehaald. Aan de ene kant denk ik echt van, oh, dag 5 hebben we het alweer gehaald. Maar aan de andere kant denk ik pas dag 5. Hoe is het pas dag 5? Maar ja. We will live. Oh jongens, ik zit zo vol. Dit vind ik dus echt niet grappig. Mijn moeder zei net ook toen ik zo van het eten was tijdens het eten van, denk je dat je gaat afvallen van deze challenge? Of denk je dat je gaat aankomen? Ik zit zo vol. Jongens, dit is echt niet gezond hoor. Nou girls, ik ben net terug van plassen. En nu ga ik slapen. Ik kan niet meer. Als iemand een logische verklaring heeft waarom ik zo moe ben sinds dat ik deze challenge ben begonnen, please tell me, want ik ben echt heel erg in de war. Oh, het is 10:30 geweest. Het is denk ik iets van 10 over 11. Ik ga slapen. Ik hoop dat het een beetje een leuke video was. Als dat het geval was, doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet om mij te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij dag 6. Dag 5 heb ik in ieder geval alweer gehaald. En nu ga ik slapen. Ik hoop dat ik lekker kan slapen. Want ik zit wel echt heel erg vol. Dit was echt een leermoment dat ik niet meer het zo moet doen. Dit was echt niet ook. Maar ja, daar heb ik van geleerd. En we gaan weer door. Ik heb het in ieder geval gehaald, dus daar ben ik super blij mee. Tijdens het eten zei mijn moeder ook nog tegen mij, luister, als je het gewoon niet wegkrijgt, dan maakt het ook niet uit. Ik denk dat zoveel mensen zijn die deze challenge doen, die een beetje smokkelen. En ik dacht, mam, nee, want dan heb ik gewoon gefaald. En ik wil niet falen. Het zijn gewoon leermomenten en ik ga ervan leren. En ik zie jullie lekker morgen weer in een nieuwe video. Ik ga lekker slapen met mijn volle buik. Slaap lekker, girls. Oh, dit is echt verschrikkelijk.